DKMC is hier weer met een glide glitch. Met de tram. Wat we gaan doen is wachten op de tram. En gelukkig komt hij daar net aan. En wat wij gaan doen is bij de achterdeur wachten. Oh. Naar binnen. En hier eigenlijk tegenaan gaan staan. Wat je eigenlijk gaat doen is, je staat hier niet op de trein, maar je staat daar en je gaat wachten. Dus je staat niet in de trein, maar je staat buiten. En je wacht eigenlijk totdat hij vertrekt. Nou, dan gaan we heel eventjes wachten. En wachten hoor. Pizza. En ik moet zeggen, ik heb het al eerder geprobeerd en het lukte. Dus ik ga het opnemen voor jullie. Kijk, en we zitten erachter. Je kunt hierachter alleen niks doen. Want zodra je een toets aanraakt, zit je meteen eraan vast. Dus wij hebben zoiets van, ja, weet je, als je een toets aanraakt, dan... Ja, ben je de weg in ieder geval weer kwijt. Het is wel een geweldige glide glitch. Laat weten als je het wat vindt, als je het uitgeprobeerd hebt. Kijk, op het moment dat je een knop aanraakt, is het meteen weer weg. Like het als je het wat vindt. Ze hebben de opmerkingen wat je ervaringen ermee zijn. En ik ga gewoon weer verder zoeken voor jullie voor toffe glitches of glides of... Hebben jullie enigszins ideeën of hebben jullie zoiets van, nou, DKMC, zou je dat een keer willen proberen om te kijken of dat lukt? Dan ben ik daar niet moeilijk in en ga ik het voor jullie proberen. En dan kom ik vanzelf met een filmpje erop van hoe dat het gegaan is. En dan ga ik weer op naar de volgende glitch en glides. Hallo, mijn naam is DKMC, oftewel DK Music Number 1. Wij hebben weer een glitch gevonden en die zit weer op deze locatie. Vlakbij onder de brug, zeg maar, dus onder de bridge. Glitch. Voor deze glitch gaan wij hierheen. En wat we gaan doen is eigenlijk hier omhoog. Nou moeten we even kijken dat alles... Hoppakee. En wat we dan gaan doen is eigenlijk tegen de wand aan staan. Je pistool pakken. Richten. Dan sta je beneden. En dan ga je rennen. Als een idioot rennen. Hoppa. En je staat hier in de glitch. Het kan zijn dat je een paar keer moet proberen. Hier kun je alles mooi raken. Dus hier zou je ook politie kunnen raken. Hoppa, schoot iemand regens uit. hier zou je heel makkelijk politie kunnen raken. Politie kunnen jou niet raken. Ik ga kijken wat die gaat doen als ze mij niet kunnen raken. Dat ze mij kunnen raken. Hoppa, in zijn been. Kom op, schieten dan. Schieten, bitches. Kom op, bitches. Flikker op, jij wijf. Ga lekker thuis je mannetje lopen naar je zo. Hoppa, doodgeschoten. Jammer, joh. Maar goed. Geweldige glitch. Vind ik zelf. Het kan zijn dat het een paar keer moet proberen om erin te kunnen komen. Maar als je precies mijn aanwijzingen volgt, wijst de weg zich vanzelf. Daar ga ik nou, want je kunt er heel moeilijk uit. Je ziet dat er geld op de bankrekening staat. Zorg altijd dat je geen geld op je bankrekening hebt staan. Vanwege dus, zeg maar, omdat je dus, zeg maar, uiteindelijk de easy way out wil doen. Um,
Eigenlijk weer de easy way out. Dus wat gaan we doen? We gaan, hoppakee, kijk, kill yourself is $0. Omdat ik dus al het geld op de rekening heb gestort. En dan neem ik een pilletje. En dan is het afgelopen. Dat was dus de glitch. Like het als je het wat vindt. Word niet snel agressief. Het heeft heel veel geduld nodig om deze te doen. Mij was het ook een paar keer niet gelukt. Maar blijf proberen en het lukt vanzelf. Volg dan gewoon mijn instructies en je komt er vanzelf al gewoon doorheen. Kan zijn dat je af en toe een keer van die muur af moet komen. Rennen, weer tegen de muur aan. Want dan kun je weer iets verder lopen, dan weer tegen de muur. Dus, maar dat moeten jullie allemaal zelf uitvinden. Like het als je het wat vindt. Deel het ook met mensen die ook graag willen weten wat de glitches van tegenwoordig zijn. En ja, we horen het vanzelf. Hallo, wij zijn DKMC, oftewel DK Music Number 1. Met een fantastische glitch voor jullie gevonden. En die is op de locatie hier. Wat we gaan doen is, wij gaan hierop. Dan gaan wij hierop. En eigenlijk moet je al zo zorgen dat je gaat lopen. Dan ga je een beetje in deze hoek staan. En richt je pistool. Dan moet ik even opnieuw uitproberen. Kijk, je ziet al dat ik in de glitch eigenlijk al kom. Maar het wil nog niet helemaal werken. Het kan een paar keer proberen zijn. We gaan het gewoon nog een keer voor jullie proberen. Ja, we zitten erin. Dan ga je eigenlijk loslopend... Ah, fuck. Jammer, we gaan het nog een keer proberen. Zo, en we zitten in de glitch. Het is een paar keer proberen, maar is het ook niet in één keer gelukt. En dan zit je hier eigenlijk, je kunt alles hier neerschieten. Om het rokje kijken. Oeh, een lekker rokje. Kom eens hier, schatje. Kom hier. Hoppa, je kunt er neerschieten. Je kunt van hier eigenlijk alles al een beetje raken. Daar aan het einde sniperen. Fuck jou. Hoppa, sniper. Hier kun je dus alles raken. Ga je die kant op, dan ga je ergens beneden in de grond. Dan kun je daar al zien een beetje, zeg maar, wat daar is.
Hier kun je alles raken. Het is een mooie glitch, dus wel heel even proberen geduld te hebben. En dan kom je er vanzelf. En dan ga ik weer op zoek naar nieuwe glitches die voor jullie. Die er weer voor jullie zijn. En dan. Mocht er vragen zijn of wat dan ook, geef even door. Geef een like als je het wat vindt. Probeer het uit en dan. Dan ga ik weer snel op zoek naar volgende glitches. Hallo DKMC volgers. Hier voor jullie DK Music Number 1. Met een mooie glitch weer voor jullie. Die zit hier. Op deze locatie. En wat je eigenlijk gaat doen is, je gaat hier de trap op. Druk R1. We moeten even kijken dat het goed komt. Ietsjes de trap op. Lopen. Pak pistool. En je staat hier in een glitch. Nou, wat je gaat doen is, je gaat deze kant op. Kun je hier rondlopen. En vanuit hieruit kun je eigenlijk alles wel zo'n beetje schieten. Nou moet je niet te ver lopen, dan val je naar beneden. Maar je kunt in ieder geval vanuit daaruit kun je dus schieten. Dus dat is eigenlijk, moet ik wel zeggen, best wel grappig. Omdat het meestal niet zo, ja, niet zo heel af en toe heel spannend is. Ik zal het nog een keer. Kan zijn dat je een paar keer moet proberen. Dat hij dan net niet genoeg power heeft. Kijk, zijn we weer. Hoppa. Dus als je naar deze area gaat, dan kun je dus op een motor schieten, je kunt hier op auto schieten. Je kunt hier eigenlijk alles wel zo'n beetje raken wat je kunt raken. Heb even geduld als je het wilt proberen. Like het als je het wel vindt. Vertel aan vrienden dat ze ons gewoon kunnen volgen. En wij gaan weer op zoek voor jullie naar nieuwe glitches die hier weer zijn. Speciaal voor jullie. En dan. Komt het vanzelf weer goed? Dan gaan wij op zoek naar de volgende glitch. Hoppa.